Goedemiddag. Het financiële nieuws verzorgd door de Financiële Telegraaf met een overzicht van de beurs van vandaag. En met hoeveel procent denkt de Rabobank dat uw huis dit jaar minder waard wordt? De Amsterdamse effectenbeurs staat er vandaag weer wat beter voor, maar groot zijn de winsten niet. Bij de hoofdfondsen liepen vooral Philips en Randstad een deuk op door tegenvallende cijfers. De beurs zag de donkere wolken die boven de markt hingen weer wat wegdrijven. En dat was mede te danken aan gunstige kwartaalcijfers die computergigant Dell liet zien. De Amsterdamse rechtbank heeft de eisen van gedupeerde Fortis-beleggers tegen de Nederlandse staat afgewezen. De stichting Fortis Effect wilde dat de rechter de verkoop van de Nederlandse delen van Fortis aan de staat als onrechtmatig zou aanmerken. Volgens de Rabobank vertoont de huizenmarkt in ons land nog geen enkel teken van herstel. De grootste hypotheekverstrekker van Nederland verwacht dat de prijzen dit en ook volgend jaar verder zullen zakken. Rabobank gaat uit van een daling met 2% dit jaar en 2,5% volgend jaar. En ook de opleving van het aantal verkooptransacties in de eerste twee maanden van dit jaar is alweer geëindigd. Tot zover het financiële nieuws van vandaag. Meer nieuws vindt u op dft.nl. Daar kunt u zich ook inschrijven voor het seminar met het oog op valuta en futures dat morgenavond om 8 uur wordt gehouden.